We zitten in een of andere scheidmap met de... En ik zit vastgebeukt! We zijn net begonnen en ik zit nu al vast! We zijn maar begonnen en je zit al gelijk vast. Nou, lekker. Wacht maar. Ik kom je straks wel helpen ermee. Oh, oké. Hier zit ik nog wel even veilig, denk ik. Hoop ik. Wat is onze Nico van plan? Kijk, wat is de dichtbijzijnde? Oh nee, ik zie het al. De meest dichtbijzijnde zit waarschijnlijk onder je. Oh, je gaat teleporteren. Natuurlijk ga je teleporteren, joh. Hurry up. Waarom ook niet? Ja, weet je zeker dat je vlak achter me wilt teleporteren? Hurry. Dat lijkt me dat hoor je met die landmijn in de buurt. Dit was niet zo slim, want je hebt jezelf echt in een hoekje gedrukt. Oh god, dit is echt... Dit is niet zo'n goede positie om in te zitten. Nee, zeg dat wel, ja. Een landmijn, 3 tonnen met benzine. Ik ga gewoon YOLO. Ik ga gewoon... YOLO! Oeh, oké. Okay. Ik ben scheepsrecht. Fuck. Ja, dat is ook echt heel grappig, dit. Dit is ook echt heel grappig. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe onze Nico dit gaat... Het ninja touw? Meen je deze? Een honkbalknuppel. Dat ben ik van plan. Oh my god. Dat heeft hij echt heel erg goed uitgevogeld. Oké. Okay. Yo! Nee! Waarom kreeg ik... Dat ene puntje damage daar? Je viel van een hoogte, wat dacht je anders? We zijn inmiddels alweer even bezig met deze ronde. En ik heb nog geen puntje aan damage gegeven aan Nico. Ik heb alleen maar mezelf damage gegeven. Dat gaat niet zo goed. Hij krijgt het niet echt voor elkaar om goed te springen, blijkbaar. Nee. Ah! Oh, mijn hemel. Die is niet heel erg goed gegooid, blijkbaar. Heel knap werk, Nico. Heel knap werk. Dat kan elkaar gebeuren, baas. Oké, ik weet al precies wat ik hier al ga doen. Een banaan! Alsjeblieft! Die bananenbommen blijven geweldig. En Celestia heeft het niet heel erg goed opgevangen, zo te zien. Nope, maar je weet wat te zeggen. Haar wraak zal zoet zijn. Ik ben heel erg benieuwd in welke vorm haar wraak zou zijn. Nou, let's have some real fun. Ik ga dit proberen. Ik heb geen idee of dit gaat werken, maar we gaan het gewoon proberen. Nee! Allahu Akbar! Boom! Oh, dat sucked. Dat was echt niet mijn bedoeling. Nee, dat had ik kunnen zien, ja. Oké. Okay. Hier, kijk, hier komt hij. Nico gaat zichzelf even dood maken, blijkbaar. Je weet wat ze zeggen, Koen, die de bal kan. Ja. Gooi hem maar gewoon die banaan. Ah! Verkeerde knop. Ik druk spatie, ik moet shift indrukken. Knap bezig. Au. Wacht maar. Oké. Ik heb nog Luna. En die kan de vraag over zich nemen. Oké, misschien is dit helemaal niet zo'n slim idee. Maar alles om even van Cadence af te komen. Hoppakee. Wegwezen! Boom! Oh, kijk eens aan. Die komt er best wel mooi neer. Alleen wel jammer dat de Phoenix Star best wel veel damage heeft. Kijk, ze zaten erop met elkaar te vechten. Nee. Nee! Ja, die is flink dood. Daar is niet zoveel meer van over, helaas. Dat is best wel jammer. Nou ja. Ik zei toch, Luna neemt de draak over. Alsjeblieft. En hop! Dat was niet echt het beste plan ooit, maar het werkt tot een bepaald niveau. Wacht maar, Twilight Sparkle krijgt de wraak. Ah! Je bent hierdoor wel bijna je hele worm kwijtgeraakt.
En als ik nu... dat is jammer. Ik zat te hopen dat ik met Nunky Wolf zou kunnen spelen. Want dan had ik je worm even in het water kunnen lanceren. Maar dat is dus niet het geval. Dus ik moet even wat anders bedenken. Ah, fuck it. Ik gebruik hem gewoon. Hoppakee. We gaan even zo snel mogelijk weg hier. Mag ik even vragen waarom mijn worm van alle plekken waar die had kunnen staan, daar wordt neergezet? I don't know, I don't care. Mijn wormen zijn echt op de meest verschrikkelijke kutplekken ooit neergezet. Dankjewel, game, dat je me echt even keihard in mijn rug moet steken. Nee, die gaat over. Zonde van die 150 HP. 250 HP zelfs. Oef. Ja. Oké. Gaat ie? Halleluja! Halleluja! Hoppakee. Weg daarmee. Oeh. Hij was bijna op de rand geraakt. Maar ja, 2 voor de prijs van 1. Bijna is niet helemaal. Oh ja, voor de extra held. Maar volgens mij heb je al het maximum van wat je kan halen, toch? Maakt niet uit. Maakt heel veel uit, want dit is echt gewoon verspilling van je beurt. En ik kan je met gemak bereiken vanaf daar. Dit heeft, als het goed is, een kans van slagen. Banaan! Nee! Oké. Nee! Shit, die vlammen. Ik ben echt niet goed bezig deze aflevering. Dit is echt gewoon te slecht voor woorden. Wat ben je van plan? Een aardbeving! Nou ja, het werkt in ieder geval. Het heeft je wel pittig wat... wat HP gekost. En je zit nu in een klein waterpoeltje. Wat niet echt bepaald gunstig is. Gelukkig is het niet zo erg. Kijk maar. Dat is dus jammer. Ik zat te hopen dat je in het water gegooid zou worden. Kamehameha! Hallo. Dat heeft dus echt geen effect gehad. Helemaal niks. Oh wel. Ik had er een lekker leuk momentje. Het is sudden death, jongens. En dat betekent slechts één ding. Eén, ik ga al even Celestia in het water knallen. Wacht, ik heb wat een leukes idee. Plaats nu een dynamiet en blijf staan. Dat dacht ik niet, want jij hebt 2 wormen. Ik heb er letterlijk nog maar 1. Ah ja? Ja. Ja. Dus, oftewel, ik ga dat risico niet nemen. En voor zover ik het kan zien, heb jij momenteel maar 1 optie. Hallo. Of je slaat een bird over, of je teleporteert naar mij toe. Je doet een emergency teleport. Oh wel. Mensen, het lijkt erop dat deze strijd gestreden is. Hola. Ik pak nog wel even snel dit kratje op om even te zien of dat er wat leuks in zit. Er zit een sentry gun in. Oké, ja, prima. Het was een leuke pot. Maar het is tijd om er een einde aan te breien. Nee! Dat ging totaal niet volgens plan. Laten we even een lekker potje golfen. Oeh, gezellig. Je sluit jezelf een klein beetje in momenteel. Dit is niet echt slim wat je nu aan het doen bent. Ja. Maar dat is niet hard. First kill, first blood. Wauw, ik had nooit gedacht dat dat zou werken. En ik dacht... Oké. Zit je lekker verstopt? Ah!
Oké, die was echt geweldig. Oh nee. Dit is nog echt helemaal nergens op. Dit was echt gewoon een verschrikking. Zo'n slechte start heb ik nog... Oh man. Slag 2. Ja. Oh mooi. Nu kan ik je even lekker terugpakken. Ja. En we gaan gelijk al even dit hele speelveld kapot maken. En dat gaan we even op deze manier doen. Ai. Oh, daar ga je, joh. Daar gaat het hele speelveld. Serieus? Ja, serieus. Oh mijn hemel. Oh god, die is pittig dood. Oh. Daar had ik dan ook weer niet helemaal op gerekend. Nope, want je hebt nog maar één worm. Hoeveel HP heeft hij nog? 172. Dan heb ik nog een heel klein kans. Shit. Oh, dat is dus zonde. Dat is dus echt zonde. En dan gebruiken we even deze. Nou, dat was dan weer even één worm van je. Prachtig. Lekker, dankjewel. Oh, ik hoorde net een concreet donkey doodgaan. Dat is zo chill. En die, let op die mijn. Die mijn staat in het vuur. I can do anything better than you. Het is alleen jammer dat een bunkerbuster maar 30 damage doet. Ah ja, dat was prettig, hè? Ja. Kratten hier, kratten daar, kratten overal. Oké. Nou, wat ben jij van plan nu? Nou, het plan is dat ik nu even wat wapens verzamel. Zonder in het water te vallen, dank u. Nee! Als je het dan doet, doe het dan op zijn minst met een, in ieder geval een beetje een gek wapentje. Omaatje, buffalo, banaan, I don't care. Doe wat leuks. En dan pakt hij een schaap. Super schaap! Ja. Ik moet er nog een beetje mee oefenen, hè? Ik weet ook niet hoe je moet sturen. Ik denk dat er nog een klein stukje landschap zat. Ja. Maar dat is dus zuur. Tenminste, zuur voor jou. Het is niet zozeer zuur voor mij. En nu kan ik namelijk even dit doen. Sorry, je zei iets. Nu kan je even wat even doen. Je hebt jezelf gehoord. Hou je mond. Ik heb nog Sparkle en Celestia over. Oh, en Princess Celestia loves a good crate. Especially when it's a banana in the side. She loves bananas! We zitten in een of andere scheidmap met de... En ik zit vastgebeukt! We zijn net begonnen en ik zit nu al vast. Je bent begonnen en je zit al gelijk vast. Nou, lekker hoor. Oké. Zit je lekker verstopt? Zonder in het water te vallen, dank u. Nee!